Welkom beste kijkers bij alweer de derde aflevering van ZZ Leiden TV hier in de studio van Sleutelstad in het mistige Leiden hier aan de middelste gracht. Ja, ons wekelijkse studioprogramma van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal. Weer heel veel basketbalnieuws afgelopen week en ja, niet alleen maar goed nieuws, want de populaire point guard Carrington Love, de floorleader van ZZ Leiden, leverde zijn contract in vanwege privéoverwegingen en hij vertrok terug naar de Verenigde Staten. Al heel snel was er ook goed nieuws, want er is ook al een vervanger van hem bekend op de guard: en dat wordt Riley Lachance. En van hem ziet u aan het einde van dit programma een aantal hoogtepunten. Nou, verder was er ook de wedstrijd die succesvol werd afgesloten tegen Aris Leeuwarden in de eigen 5 mei-hal. En in dit programma ook een mooie samenvatting van die wedstrijd, inclusief commentaar. Straks verwelkomen wij ook weer een studiogast, en dat is de captain van ZZ Leiden, Marijn Ververs. En met hem gaan we natuurlijk terugkijken op zijn uitstekende wedstrijd tegen Aris. Zoals gezegd, aan het einde de beelden van guard Riley Lachance. Maar we gaan nu snel naar de speelvloer van afgelopen zaterdag, de wedstrijd tegen Aris Leeuwarden. Ja, al met al, dus niet de allerrustigste aanloop naar deze wedstrijd met het vertrek van de guard Carrington Love. En ja, ook Giddy Potts ontbreekt tijdelijk bij de ploeg. Hij uh, moest terug naar de Verenigde Staten uh, vanwege verdrietige familieomstandigheden, maar komt wel gewoon terug. En Troy Koeler, al enige tijd geblesseerd met een behoorlijke enkel blessure. Dus Leiden wat gehandicapt, maar ook uh, bij Aris wat pech. Vooral bij uh, Chet Fraser, de Amerikaanse guard, die in de warming-up geblesseerd raakte. En ook de Belgische speler Cedric Dedekker niet beschikbaar voor de ploeg van coach Farid Nassiri. Tien man hier aan de tip of uh, Aris in het rood, maar Leiden dankzij Finkie wint de tip. En dan is het Mukama. Hij gaat de score openen inside de smalle, tengere guard. Dan Enze Kwezi, die dit seizoen uitstekend begonnen is voor ZZ Leiden. Brengt de stand gelijk, maar dan is het een poosje Aris. Met hier eerst de koopman, netjes ingelegd vanaf de baseline. Tim Hoeverdeman de man met het staartje, zoekt een lijntje naar de ring. Vindt dat, kan zomaar doorlopen. Weer een score voor de Friese, 2-6. Zo werd het uiteindelijk 2-8 en coach Geert Hamming nam een vroege time-out... ...en dat gaf Woody de Jong alle reden om gas te geven. Hier met een score en een bonus. Leiden heeft hem nodig. Ook deze man, Finkie, met een mooie Dirk Nowitzki-achtige jumper. En die Finkie laat zien dat hij ook kan pasen. Hij heeft goede handen voor een grote kerel, gaf de assist op Marijn Ververs... Een Circus shot van Buren de Vries. Red Aris. Zij staan een paar puntjes voor. De Jong gaat door met gas geven. Weer naar de ring. Weer een score. En ja, dit kan hij ook zo goed zijn spierballen laten zien. En vooral dunken. Prachtige spin move van diezelfde De Jong. Schuift die armen nog een paar centimeter extra uit. En hij zet Leiden op een plus 5. Rijnder Brandsma, de buffel uit het Hoge Noorden. Doet waar hij goed in is, dat stevige lichaam gebruiken en de bal erin gooien. Hier Jamairo de Wind naar De Jong. Ja, atletisch ingelegd, wilde eigenlijk ook nog een P hier in. En Sequezi op Ververs, die dit hele seizoen al heel goed naar de basket snijdt en dan aanspeelbaar is voor een score. Koopmans uit het hoekje, drie punter toegejuicht door de bank. Uh, Luc van Bree, moeilijke bal. We zagen hem niet heel veel, maar het blijft een schutter pur Weer die uitschuifarmen van de Jong, weer een score. Leiden met een kloofje, zes punten. Mooie fake van Hoeve dat deed hij voor de tweede keer. Eerst vanaf rechts, nu vanaf links. Mukama, een beetje goochelend inside, weet ook te scoren. Friese geven niet op en ze weten dat er wat te halen is. Björn de Vries, een driepunter. Stiel voor Ververs, voor Leiden en makkelijk ingelegd. Hier weer Ververs naar de ring. Weer vanaf diezelfde kant. En weer een score. En Van Bree. drietje valt goed. Ja, de schutter bij uitstek aan de kant van Zetselijden. Hier weer inside ruimte gemaakt. Luc Van Bree. Twee punten. En zo gingen we met een gelijke stand de rust in. En dan is het Ververs die het uh, eerste wapenfeit uh, succesvol laat zien in de tweede helft. Dan Brandsma. Grote lichaam tegen een ander grote lichaam van Enze Brandsma wint. Weer Brandsma. En het is Koopmans die dit keer goed insnijdt. Blok van Mukama op Enze Kwezi. En het is Aris dat uh, nog steeds van zich afbijt. Maar weet niet te scoren. Ververs aan de andere kant ook niet. Maar dan de Jong uit de aanvallende rebound. Hier Mukama naar Crack. Oh, de man van 2 meter 10 plus. Weinig gezien, maar hier wel met een lekkere score. Sibilo naar de stiel. Leiden weet niet te scoren. Dan is het hoeven. Drukt af. Goed voor drie. De Friese weer op voorsprong. Dan de Jong. Mooi vrijgekomen, mooi nagewezen. Swish. Leiden weer een puntje voor. Bransma, groot lichaam, grote schouders, scoort tegen Finky. Ja, hoeven we er netjes tussen alert spelend. Haar is absoluut nog niet verslagen. Finky kan ook van buiten schieten. Ed de buzzer en doet dat. De Jong zoekt, zoekt, maakt tempo. goede paas op Finky, had een dunk mogen zijn. Maar dit zijn ook twee punten. Mukama En wordt daar geblokt door Finky, die in een hele lekkere fase zit. Maar Aris aan de andere kant... Oh, levert er zomaar de bal in. Woody Jong kan die controleren. Jazeker, in de aanval. Dan Enze Kwezi. Legt hij de bal erin? Ja, inderdaad. Ondertussen heeft wel Woody de Jong zijn vierde en vijfde P gemaakt... en kan Dima de Griek van 2 ,18 meter maar liefst scoren. De Jong dus uitgeschakeld voor de rest van de wedstrijd. Leiden mist dus ook al pots en Love. En wat kunnen de resterende mannen? Nou, bijvoorbeeld Dunke. Finky hier op assist van Enze Kwezi. Weer Finky weer naar de ring en weer twee punten. Leiden is dat gaatje groter aan het maken zonder de jong. Maar dan uit het hoekje, de schutter, Björn de Vries. Mooie techniek, mooi nagewezen, drie punten. Greg Wowen. geblokt door Finky, Nee, geen goaltending, legale actie. Dan Wowen, eigenlijk dezelfde situatie tegen Enze weet nu wel te scoren. Diezelfde Enze rolt de bal net over het randje van de ring. Ja, Leiden nu toch op een serieus gaatje, 9 punten, 6 minuten. Hustle play, bal blijft bij de Vriezen. De goed spelende naar de ring toe. gestuit. Oeh, toch een fout voor Van Bree. Hij kan het niet geloven. Mukama naar de ring. Ja, mooie finger-roll. Aris die uh, vecht voor zijn leven. Geeft nog een keertje gas. Maar Ververs aan de andere kant met een hele belangrijke driepunter. Dan de wind. Goed naar de ring. gerebound door Finky. Wat kan Aris nog hoeven, penetreert, maar ja, makkelijk ingeleverd bij Vinky En dan gaat de tijd toch echt wel dringen. Terwijl aan de andere kant Vinky alweer weet te scoren. 10 punten verschil. 2,5 minuut. Brandsma dan nog wel even tegen van Bree, legt hem er uitstekend in. Maar als Leiden blijft scoren, en dat doet het hier, ook weer at de clock Buzzer van Bree. Dan wordt het wel heel moeilijk voor Aris. En hier laatste field goal van de wedstrijd. Mukama voor 3. Maar het is Leiden dat wint met 75-63. Ja, het was duidelijk te zien in die samenvatting van de wedstrijd tegen Aris. Man of the match was de captain. Marijn Ververs. hij uh, maakte 21 punten, was een career high. Pakte ook nog eens zes rebounds, best wel veel voor een guard. Drie assists en drie steals. En mede daarom zit hij vandaag aan tafel. Welkom Marijn. Dank je wel, uh, Ja, player of the game uh, werd je ook benoemd op de sociale media. Uh, ja, dan zouden wij zeggen, je bent goed bezig. Hoe uh, kijk je zelf aan tegen hoe je nu staat te spelen? Uh, ik ben zelf ook wel tevreden. Nee, het gaat gewoon uh, het gaat goed. De, deze wedstrijd ging uitzonderlijk goed uh, voor mij doen, voor de eredivisie divisiewedstrijd wedstrijd die ik heb gespeeld. Maar ik, uh, ik zit lekker in mijn vel en de laatste wedstrijd uh, gaat, het, uh, gaat het, lekker, ja. Je vertelde ook net voor de uitzending van het was ook een duidelijke career high hè, qua punten. Ja, 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 ik heb een paar keer ik heb ik voor mij twaalf punten gehad, misschien zelfs één keer dertien, maar dan weet ik niet zeker, Ik weet het zelf niet eens. Maar in ieder geval nog nooit boven de twintig punten, dus dat was, uh, dat was lekker, ja. Overtuigend, ja. ja en je speelde zelfs veertig minuten, hè? Je werd helemaal niet gewisseld. Uh, hoe is dat lichamelijk? Ja, wel pittig. Ja. Ja, het rare was zoals ik de eerste helft dat ik uh, moer was dan de tweede helft. Want in de tweede helft je, je, je komt in een soort ja een soort zone, een soort op cruise control kom je en dan uh, spoel je die wedstrijd speel je uit. Maar het was wel achteraf had ik wel uh, de beentjes waren wel vooral uh, na, de dag na de wedstrijd waren we wel uh, zwaar, een beetje zuur. En heb je dan toch zoiets van, nou, ik laat de defense af en toe even lopen? Ja, daar was het de wedstrijd niet naar, hè? Je moest blijven nee, geven, denk ik. Nee, maar je gaat wel, je merkt wel als je dan de hele wedstrijd speelt en je moet er in blijven staan, dan ga je, kies je wat meer misschien je momenten uit. En doe je waar je even je rust kan pakken, pak je dan je rust. Dus dat, dat probeer ik wel een beetje zo te managen. En je vertelde dat, je merkte het duidelijk in de halftime. Hoe gaat zo'n halftime eigenlijk? Ja, kun je dan een beetje herstellen? Word je gelanceerd? Krijg je een drankje? Wat, wat gebeurt er dan eigenlijk uh, in die kleedkamer? Nee, we gaan altijd naar de kleedkamer. Dan zitten we daar altijd als team even zelf. Dan komt de coach een paar minuutjes later en die doet dan nou, zijn woordje. Wat hij van, uh, van de eerste helft vond en wat er wat beter kan. Dan hebben we vaak daarna zelf nog een minuutje. En we hebben altijd inderdaad een energiedrankje, die we, een ISO, isotonic volgens mij. Die krijgen we dan. Dus dan nou, krijg je ook een beetje energie. Een reepje altijd. Okay, dus die, uh, okay. die had ik deze keer ook maar, uh, maar genomen. Ja. En dan, ja, dan uh, de tweede, begint de tweede helft weer. Ja, daar nee, moet je het mee doen. Ja, wordt niet gemasseerd. Dus nee, dat is, ja, misschien is dat dan ook dan helemaal niet handig hoor. Geen idee. Maar ja, wij nee. zien dat natuurlijk niet. Nee. Maar jullie zijn dan een paar minuutjes weg. Ja, mooi. Um, ja, we hebben elkaar ook bij zomergasten gesproken. Hè. Dat voelt alweer eeuwen geleden. Yes, dat, dat, in de, het, in de, dat ja, voelt In september ja. denk ik zo'n beetje. Toen hadden we het daar ook over van... nou, jij brengt ook veel rust. Je zorgt voor een, voor een solide opbouw. Je brengt ook andere instellingen hè, om te kunnen scoren. Um, nou, tegen Ares onder andere. mist van we natuurlijk Giddy. Uh, Carrington is, is weggegaan. Uh, was het nou ook echt een opdracht die de coach aan jou gaf van Marijn. We hebben jou ook echt als scorende speler nodig vandaag. Hij heeft het niet echt als opdracht gegeven. Maar op training had hij wel... Uh, ik weet nog een moment. Op training kon ik de bal een keer zelf schieten. En toen paste ik hem door. En toen zei hij wel van uh, neem dat schot gewoon zelf. Dus werd hij een beetje uh, niet geboosd Maar hij, zei, hij maakte wel duidelijk van je kan dat schot ook zelf nemen. Uh, en ja, het was deze wedstrijd wel echt nodig. Dat er wat uh, meer scorend vermogen... Uh, was, dus dat het ook van mij kwam. Dus ik was blij dat het ook lukte, deze wedstrijd. En hoe doe je dan zoiets van... ja, aan de ene kant, als je er misschien heel erg mee bezig bent... dan zit je ook niet helemaal in je kracht. Dus het moet misschien een beetje vanzelf gaan. Aan de andere kant, je moet het ook echt ja, erop letten om het te doen. Weet je uh, een beetje, nog zo'n moment, dat die wedstrijd die begon... En, en dat je in een bepaalde flow kwam? Of hoe ging dat? Nee, niet helemaal. Ja, ik vind het altijd lekker als je je eerste balletje... als je er gewoon ingaat, dat werkt bij mij altijd wel. Dan zit je er meteen in. En voor de rest, je, ja, het is... Het is niet echt dat je in de wedstrijd ben je niet echt mee bezig, dan gaat het allemaal vanzelf. En als er dan een paar ballen invliegen, dan, ja, dan kom je de maat in de wedstrijd. En dan, nu ook, dan speel ik de hele 40 minuten, dus dan speel je ook alles. Dus dan hier en daar doe je misschien even wat minder, maar dan op andere momenten, dan uh, pak, je, pak je het werven op bijvoorbeeld. Dat is niet. Ja, ja. Dat je, als je erin komt, dan als je drie minuten speelt en je komt erin, dan heb je de drang misschien om meteen wat, wat te gaan doen. En nu sta je wat langer over het veld, dus dan kan je een beetje. Uh, ja. Een beetje, had je dat wel ingeschat inderdaad, dat je heel veel zou spelen? Dat, ja, het zat er wel in. Hè? Dat, ja, dat wel je daar veel. Opberekend op was. Ja. ja, wel veel. Maar 40 minuten had ik niet... Uh, ik had wel gedacht dat ik uh, een paar minuutjes op de bank zou zitten. Had ik ook niet erg gevonden. Snap ik. Ja, het, als je dan zo die allereerste wedstrijd ziet, hè, nadat Carrington loofweg weg is, van ja, het lijkt erop dat de ploeg gewoon onverstoorbaar verder gaat. En jullie zijn nog steeds ongeslagen. Uh, zou je dat al kunnen concluderen? Het is een jonge ploeg die toch volwassen speelt. Uh, ik denk dat we best volwassen spelen. Ik vind dat we, vooral qua het, turnovers, we gooien weinig, weinig de bal weg, dus we zijn vrij uh, solide aan de bal. Uh, ja, we zijn wel jong, maar ik vind dat we, we hebben allemaal slimme en goede spelers in het team, dus ik vind ook niet dat als je een jong team bent, dat je dan uh, onvolwassen hoort te spelen. Mm -hmm. Dus ik vind ja, we doen het, uh, we doen het gewoon goed uh, tot nu toe. Ja. Dat is ook leuk hè, dat, dat, dat zien we natuurlijk eigenlijk het hele seizoen al, dat ook Jamairo uh, als jonge speler minuten krijgt. Mees wisten we ook al uit, uh, uit oktober. Ja. Uh, Romano krijgt, uh, krijgt minuten. Kun je iets meer vertellen over, over uh, uh, Jamairo? Jamairo is er pas later bijgekomen uh, dit seizoen. Die, in het begin zat hij nog niet bij, en op een gegeven moment kon die, uh, ging hij mee te trainen. Voor mij in, uh, in de coronatijd dat de competitie stil lag, begon hij mee te doen. Uh, en die doet, het, ja, die doet het echt, uh, echt gewoon goed op trainingen. Is, is ja, gewoon uh, agressief in het veld. Die brengt veel energie. Uh, is gewoon zeker ook van zichzelf. En dat zie je ook bijvoorbeeld nu in de wedstrijd dan tegen Aardis. Die is niet bang om fouten bijvoorbeeld te maken. Dus die maakt ook gewoon zijn acties. En dat hadden we ook nodig nu de afgelopen wedstrijd. Dat, het, gewoon, ja, dat je iemand in het veld hebt die gewoon door blijft gaan. En ik vind hem verdedigend. Uh, is het een beetje zo'n uh, stoorzendertje. Oh ja, zo'n Ja, Dat ja, ja, ja. okay. is ook lekker om te en, hebben. Ja, ja. En Romano maakt ook zijn minuten. Wat voor soort ja. speler is dat? Uh, een beetje nah, nee, wel iets anders dan Jamijer. Romano is wat uh, vind ik aanvallend heel, uh, heel goed. Ja, die, nou, die, die is pas 16 volgens mij. En die durft, uh, nou, die durft de basket al aan te vallen. Dat durfde ik op mijn 16e durfde, ik dat niet op die manier te doen. Als ik iets meer behouden. Dus dat vind ik knap dat die op die leeftijd al zo ja, veel. Agressie toont in de aanval van veel durf. En uh, ja, dus ook ja, ik vind het gewoon een goede speler. En ik vind het leuk voor die jongens dat ze, dat ze nu al zoveel minuten maken. Hè? En ik denk dat ze daar ook veel, uh, veel van leren. Ja, absoluut. Nou, we hebben ook gezien hoe, ja, hoe nodig dat was, hoe nuttig het was. Ja, het, zeker het, tegen Arië. Het moest ook zeker, ja. Een kleine, kleinere rotatie. Uh, Marijn, jij bent uh, ja, sinds dit seizoen ook captain hè, van het team. Ja, klopt. Wat klopt. betekent dat voor jou? Hoe vul je dat in? Uh, nou ja, het vraagt iets meer verantwoordelijkheid en uh, iets meer leiding. Die je moet geven aan het team. Kijk, afgelopen jaren uh, was dat niet echt het geval. Dan, en, en dan speel je misschien ook niet zoveel als ik dit jaar speel. Dus dan heb je ook niet echt die, die, die taak dat je, dat je die verantwoordelijkheid moet nemen. En nu dit jaar probeer ik dat ook wat meer te doen. Uh, ook met de jonge, met de jonge jongens uh, wat, ja, wat tips hier en daar te geven. En gewoon in het veld, wanneer ik in het veld sta. Ook de leiding te nemen met uh, bijvoorbeeld de spelletjes die we spelen of wat er ja. beter kan, et cetera. Dus, uh, dus ja, voor mij gaat het, voor mijn gevoel gaat het wel redelijk. Ja, als ik het je zo hoor vertellen, het voelt, uh, het, je straalt niet uit dat het een last is. Het is dus wel een verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja. Maar je moet nee, wel uh, goed in te vullen. Nou, het werkt ook wel als ik, nu zit ik gewoon, speel ik goed, speel ik zelf. Ik speel veel, ik speel naar mijn gevoel gewoon prima. Dan is het ook makkelijk om andere gasten mee te krijgen. En, uh, ja, de, de, de leiding te nemen. Als je misschien zelf wat minder speelt of we, uh, wat minder qua spel speelt of misschien wat minder minuten, ja. dan is het natuurlijk ook wel wat lastiger om dan tegen gasten te zeggen die meer spelen van, joh, uh, uh, je doet dit fout of uh, doe dit beter terwijl jij op de snap bank ik. zit. Maar ja. dat, uh, tot nu toe uh, gaat, gaat het dat prima. ja elkaar goed aan, ja. Ja, ja, snap ik. Het is wel grappig. We, ja, wij volgen natuurlijk alle livestreams en dan, dan zien we nog wel eens bij de uitwedstrijden. Uh, de commentatoren leren het wel, maar af en toe noemen ze je toch nog Marijn Ververs. Ja, dat heb uh, je ja, misschien je hele leven al of sinds. <laughs> ja, dat doe New York vaak. Maar ja. Uh, ja, kunnen kunnen we ze dat nog leren? Kunnen moeten we ze nog opvoeden op de een of andere manier? Of uh, dat ja, zou wel mooi zijn. Moeten ja, zelfs, we we een paar, zelfs een paar keer dat ik nog Martijn wordt genoemd. Dat snap ik ook niet. Ja. Dat is dan een uh, een T. Tussen mijn naam en ja, Heb ik zelfs vanmorgen nog gehoord. Ja? Ja, ja oh. niet, niet in een uitzending, maar wel iemand die mij belde. Ja, Oké. Okay. Ja. ja, maar ja. Die, komt heel, uh, die vind ik heel, heel raar, want dan plak je zomaar een T uh, in mijn naam. Ja. Maar dat uh, ververs, ja, dat, dat blijft er een beetje in zitten. Maakt me ook niet heel druk om, hoor. We moeten ze maar een beetje blijven coachen. Ja. Nou hebben wij, uh, ja, ook hier in ZZ Leiden TV uh, monteren we ook allerlei beelden in en samenvattingen en dat soort dingen. Hoe is dat voor jou? Kijk jij beelden terug, specifiek van jezelf of gewoon van, van jullie team? Uh, ja, ik kijk best vaak uh, wedstrijden, kijk gewoon terug. Uh, misschien niet hele wedstrijden, maar wel grote delen van wedstrijden. Ik denk dat je daar veel zelf van kan leren. Ook juist de dingen die je fout hebt gedaan, dus niet alleen de scores, die zijn leuk om te zien. Ja. Maar juist dingen die wat minder gingen of weet ik veel, waar jij tegenstander bijvoorbeeld scoorde, die vind ik, vind ik altijd belangrijk om terug te kijken. Ja. En dit jaar krijgen we ook, uh, via de mail krijgen we... Uh, de, wanneer jouw scores, je assists, je rebounds. Uh, nou, eigenlijk al je statistieken, die krijg je in, een, ja, in je mail. En die kan je dus heel makkelijk ook terugvinden. Zo kan je, echt, ja, heb je heel snel al, al je acties eigenlijk in een wedstrijd die je kan terugzien. Dus dat is oh, ook heel perfect, handig. Perfect. Ja. En dat zijn een soort linkjes of zo? Of dat is ja, een video. Ja, Instad heet dat. En ja? Ik uh, weet niet precies uh, van wie we het krijgen, maar het is, uh, het is heel handig. Want ja. kan je ook kijken wanneer je zelfs wanneer je, je tegenstander is gescoord. Hebben krijg je hoe vaak, uh, hoe vaak dat is gebeurd? En dan kun je daar nou, je zo je clipjes achter elkaar te zien. Dus dan is het gewoon een kwestie van aantikken. en Dan juist, heb je het juist. En dan is het eigenlijk een soort huiswerk, zou je kunnen zeggen, om dat door te nemen. Of wordt dat dan daarna ook nog met de coach besproken of op de training? Uh, ja. Of is het echt gewoon vooral voor jezelf? Nee, het wordt niet op de training of zo. Dus meer voor je voor jezelf en ja, voor je eigen ontwikkeling. Ja, ah, hartstikke goed. Um, ja, wat trouwens ook opvalt in die statistieken, hè? Nou, bijvoorbeeld zaterdag had je ook weer zes rebounds, je staat nogal eens dus op de goede plaats, dat zal wel geen toeval zijn, maar wat, wat doe jij om uh, ja, ook als guard toch behoorlijk mee te rebounden? Uh, nou ja, het makkelijke als guard, als guard is dat jouw man vaak niet de rebound ingaat, mm -hmm. dus jouw man die gaat vaak terug, en ik ben dan degene, als, als ik de guard verdedig, dan probeer ik vaak de, de lange mannen die wel moeten, moeten uitboksen, probeer ik dan vaak te helpen om toch die bal uh, te pakken. Dus soms hier en daar pak ik gewoon een afvallend balletje. En daarnaast vind ik het lekker als jij, als ik de dierband heb, dan kan ik hem zelf ook meteen opdribbelen of nou ja, snel naar voren brengen. Dus dat heeft ook uh, een uh, positieve kant. Dus als ik hem heb, dan kan ik, meteen, uh, kan ik meteen doorgaan in plaats van dat er nog een station tussen zit. Ja, en jullie spelen ook graag snel. Hè? Ja, ja, het verschilt zeker. een beetje per wedstrijd en per tegenstander, maar dan ja, je win je ongetwijfeld ook weer een paar seconden mee. Ja, ja. Dus dat is alleen maar, uh, ja, alleen maar handig. Zijn er nou dingen, ja, jullie hebben stilgelegen tussen uh, oktober en januari. Hè? Kun je nou op dingen wijzen dat je zegt, daar heb ik toen aan gewerkt waar ik nu de vruchten van pluk? Uh, nou, we, ja, we konden natuurlijk weinig doen in die tijd. Want je kon niet uh, in etc trainen. Maar we hebben die tijd veel, uh, veel geschoten. En de coach heeft toen ook uh, ja, veel uh, tips gegeven qua, qua schottechniek. En ik heb altijd best vlak geschoten en dat wist ik ook van mezelf en ik heb nu het idee dat ik... Nou, ik weet niet of het ook echt zo is maar ik heb het idee dat ik nu met iets meer boogjes schiet en met hoe meer boogjes schiet hoe groter de kans is dat die bal uh, er van boven in kan gaan dus dat, uh, dat helpt voor mijn gevoel wel en ik moet zelfs nog meer met boog schieten maar dat uh, Zo'n uh, proces. Ik herinner mij die uh, eerste drie punten of ja uit de linkerhoek van de tweede helft. En dat zat wel een ja, ja, ja. had Ik vond ook dat er meer boogjes zat ja. dan. Uh, ja. Dus dat, uh, voor is dus ja. dat uh, ja. iets beter geworden. Ze dus heeft toch geholpen die, ja. uh, die tijd. Ja, absoluut. We hadden het net ook even in het voorgesprekje over over die coronatest. Hè. We hebben dat vorige week ook in de uitzending even kort laten zien. Hoe is dat voor jou, dat, dat gedoe in je neus en zo? Ja, het, is, uh, het moet. Het is niet het meest prettig. om. Uh, om uh, we moeten het nou twee keer per week doen. Niet Het meest leuke, maar ja, het, het went. En ik heb liever twee keer zo'n testje van 10 uh, seconden dan dat we kunnen spelen dan uh, dat we niet kunnen spelen, dus uh, ja, het moet maar. Volgens mij zijn er spelers die het uh, iets meer uh, met tranen ogen naar buiten komen, maar, ja, maar bij jou gaat het dus, zo, gaat het wel. Ja, zo erg vind ik het ook niet. En ja. nou, net wat je zegt, het is natuurlijk voor een heel goed doel. Uh, ja, Marijn, we gaan afronden. Ik wil graag nog even uitkijken naar uh, ja, jullie wedstrijd. De, de topaffiche aanstaande zaterdag in Den Helder. Twee ja. ploegen die op 4-0 staan tegen elkaar. Hoe kijk jij tegen die wedstrijd aan? Uh, jij gaat een pittig geworden. Den Helder vind ik echt een uh, goed team dit jaar. Ook een jong team. Nou, de eerste, wedst, uh, eerste, wedst, uh, eerste wedstrijd in, ja, hoe moet je dat zeggen? Vorig seizoen, uh, oh. uh, nee, niet vorig seizoen, maar de, voor, uh, voor corona dat, uh, dat het zil lag, verloren we daar. Dus. Uh, ja, we moeten, we moeten daar gewoon scherp zijn en uh, we moeten gewoon vol aan de bak. En uh, als, nou ja, als we vol aan de bak gaan, moeten we daar kunnen winnen. Maar ja, het gaat een, gaat een pittige op. Ja, worden. het is leuk dat een Helder het uh, zo goed doet. Ja, kun, je, kun je iets over je eigen spel zeggen? Dat je zei, dit wil ik in ieder geval doortrekken of, of meer of minder doen komende zaterdag om, om het team te helpen? Ja, qua punten zou het mooi zijn als ik uh, weer wat puntjes erin kan leggen. Het uh, hoeft niet per se twintig te zijn, maar als het... Uh, 10 zijn is, het ook, is het ook goed. En dat ik uh, deze wedstrijd tegen Ares was ik vrij aanvallend naar de, naar de, naar de ring toe. Ja. Qua uh, drives en uh, met, qua, met dribbelen. Dus ik hoop dat ik dat in Den Held ook uh, voort kan zetten. Ja. Dat een mooie bijdrage zijn. Oh, je hebt me nog even. Toch nog even een vraag over... Het valt ook op dat, je, dat jullie een aantal players hebben waar jij heel veel insnijdt. Ook vaak heel goed vrijkomt. Soms over de baseline of soms door het bucket. En dat je echt onder de ringen uh, vrijkomt. Uh -huh dat hoorde uh, ik eh, hoorde ik altijd ja, dus, uh, ja. ja kun je daar iets over verklappen niet hele uh, tactiek prijs te geven maar is dat iets waar jullie echt uh, ja, uh, uh, naartoe werken om, om die plays te kunnen lopen ja, het is niet per se in een bepaalde play die we lopen het is meer een beetje het lezen van de verdediging en coach die hamert wel veel op dat je moet, moet veel bewegen en veel insnijden en uh, ik, probeer, ja, ik probeer soms gewoon te lezen wanneer het kan en we hebben goed pasende, lange mannen zoals Mike en Emano kunnen kunnen vrij goed passen voor hun lengte. Ja. Dus als zij de bal op top hebben, dan heb ik wel eens de neiging om even naar binnen te gaan. En dan uh, krijg ik hem eigenlijk bijna, als ik open ben, krijg ik hem eigenlijk altijd nee. Dus het zijn, uh, het zijn een soort gratis punten. Want ja, het is heel makkelijk. Maar het zijn wel twee punten. Ja, en het is een heel effectieve situatie. Ja. Want uh, jullie zijn er echt heel gevaarlijk mee. Ja, Marijn, dankjewel. Heel mooi om met je te kunnen praten. En zeker. Uh, ja, mag ik jou het laatste woord geven? Ja, zeker. Uh, beste supporters van Leiden. We zijn blij dat we de competitie hebben kunnen, kunnen hervatten en uh, dat we weer mogen spelen. Uh, Desondanks vinden we het jammer dat, uh, dat we jullie niet, uh, ja, uh, dat jullie niet bij onze jullie niet bij onze tijdswedstrijden kunnen zijn. Uh, we missen jullie steun in de hal. Uh, normaal gesproken is het ja, heel fijn om in een uh, volgepakte 5 mijl te, te spelen. En die energie die dat met zich meebrengt, dat helpt ons uh, als team altijd enorm. Uh, Da, ondanks dat uh, hopen we dat jullie uh, allemaal onze live ziens volgen uh, en dat jullie ons via die uh, op die manier ons steunen. Uh, daarom wil ik jullie vragen om, uh, om komende zaterdag ook weer allemaal te kijken, omdat uh, we hebben die steun hard nodig hebben tegen Den Helder, want uh, dat gaat een uh, pittige pot worden. Dus uh, hopelijk uh, zien we jullie dan weer allemaal. Ja, dankzij de agency van Riley LaChance, dus je spreekt dit op zijn Engels uit. Kunnen we kijken naar mooie beelden van hem uit zijn collegeperiode bij Vanderbilt. En uh, dat college dat, uh, is bijgenaamd de Commodores. Zij spelen in Nashville, Tennessee. Wat we kennen van de whisky en van de country music. vraagt dat ook maar aan uh, Ilse de Lange. En we zien hier uh, op de beelden dat hij uh, lekker kan drijven. Gaat hier uh, lekker naar zijn rechterhand onder de ring door. Dus een rechtshandige speler. Met ook een uh, goed schot. Kan naar de ring toe gaan, kan afwerken. Is 1,88 meter. Nette lengte voor een guard. En hier een lekkere pull-up. Valt op dat hij goed zijn voeten weet neer te zetten achter die driepuntslijn. En dan vrij snelle release ook. De driepuntslijn in college is wel ietsjes dichterbij dan in de FIBA. Maar er zijn ook wel momenten van hem dat hij er ook ruim achter staat. Dus range lijkt mij ook goed in orde. En hij speelde de volle vier jaar bij Vanderbilt. En uh, ja, laat zien hier op die highlights dat hij echt niet terughoudend is om dat schot uh, los te laten. Na zijn college carrière begon hij eerst uh, als professional in Polen bij Gliwice. Daar kwam hij tot gemiddeld dus afgerond van 12 punten, 2 rebounds en 2 assists. Dus qua assists voor een guard niet super hoog nog. Daarna stapte hij over naar OKP-Aalst in België. En daar uh, deed hij het op alle fronten nog weer een tandje beter: 17 punten afgerond. Zijn gemiddelde twee rebounds, drie assists en ook nog bijna twee steals. En wat uh, opviel, was zijn goede driepuntspercentage van 42%. Ja, alles boven de 40 is gewoon uh, heel erg goed. Ja, als je dat zou omzetten naar twee punters, dan zit je dus uh, in zijn geval op uh, 63. Omdat een drie punter nou im immers uh, wat meer waard is. En zijn game high in België was in een bepaalde wedstrijd 28 punten. Dus uh, zeker een guard die ook uh, kan scoren. En nog wat leuke trivia over Vanderbilt, waar hij speelde. Daar kwamen ook diverse NBA-spelers vandaan. En uh, we hebben er even voor u uitgepikt: Will Perdue. U kent hem nog wel, die grote, een beetje logge man van de Bulls uit de Jordan-tijd. Maar ook bijvoorbeeld Darius Garland, die nu uh, samen met Colin Sexton uh, furoren maakt bij de Cavaliers. Maar ook een Nederlander. En dan moeten we echt heel ver terug in de jaren 70... Jan van Breda Kolf, die uh, speelde bij dat college. Hier, dus nog even door met wat beelden van La Chance. Ja, altijd in zo'n highlight reel schiet hij natuurlijk 100% raak. Maar ja, we zien dat hij kan penetreren. Hij kan van drie schieten. Goed voetenwerk. Kan ook hier naar zijn linkerhand gaan. En wat ik al zei, hij uh, laat de bal lekker snel los. Dat is natuurlijk belangrijk voor een uh, vlotte driepunter. En. Uh, ja, zijn assistcijfers die zullen denk ik in de loop van zijn carrière en als hij het Europese spel leert kennen nog wat verder groeien. Die waren in Polen en in België nog niet heel erg hoog. Zal ook een beetje kijken zijn wat zijn ja, belangrijkste rol zal zijn bij Leiden. Moet hij toch wat meer scoren juist? Zou kunnen. Of moet hij wat meer zijn teamgenoten zien te vinden? Maar het is ook zeker een speler, u ziet dat hier, die ook echt wel de bal wil afgeven en ook blij is voor zijn teammates als zij scoren. Dus ja, we hopen dat dit een uh, leuke eerste indruk geeft van Riley. En verder, uh, ja, de laatste periode gaat het uh, afgeven van de werkvergunningen door het UWV in Leiden vrij vlot. Dus daar is het wel even op wachten. Dat moet eerst in orde gemaakt worden. En dan zal die ook echt uh, inzetbaar zijn. Dus uh, ja, of dat dat al aanstaande zaterdag is uit tegen Den Helder, ja, dat weten we niet. En anders misschien hopelijk de woensdag daarna, 10 februari. Want dan heeft Leiden weer zijn eerste thuiswedstrijd. En dat is dan tegen de Hague Royals. Natuurlijk ook weer te volgen op de livestream via zzzleiden.nl. Dan sluiten we nog even af met deze assist van uh, La Chance. Dus kijken wat hij hier in petto heeft. Ja, nog mooi de openman gevonden. Dus uh, genoeg om naar uh, vooruit te kijken. En uh, ja, de bedoeling dat hij wat dat betreft Carrington Love doet vergeten. De 24-jarige Riley La Chance. Met deze heerlijke highlights van Riley LeChance, de nieuwe guard... zijn we aan het einde gekomen van deze ZZ Leiden TV. Het programma is dus dat Leiden eerst on the road gaat naar het Hoge Noorden. De Noordkop, oftewel Den Helder, want daar wacht het ongeslagen Den Helder Suns. Aanstaande zaterdag ook Leiden natuurlijk nog ongeslagen. Dus één van die ploegen zal naar 5-0 uitlopen. Dat is te volgen via de livestream van de Suns. En dan de woensdag daarna, dat is de tiende... Om half negen begint die wedstrijd. Is er de livestream vanuit de 5 mei hal. En daarbij hoort ook een mooie actie bij die livestreams, namelijk de zogenaamde strippenkaart. Die is heel flexibel ook in te zetten. En je krijgt daarmee ongeveer 25% korting op die livestream. Dus uh, zeker de moeite waard. Alle informatie op zzleiden.nl. Nou, allerlei manieren om de ploegen te volgen. Dus we hopen jullie te zien uh, als kijker van bijvoorbeeld de livestream of gewoon weer de volgende uitzending van zzleiden tv. Voor nu hartelijk dank voor het kijken.